Hey allemaal, welkom weer bij een nieuwe vlog van mij. Het is best wel een spannende week, want over 6 dagen staat mijn keizersnede gepland. Dus ik ben nog 6 dagen lang geen mama. En laatste loodjes wegen het zwaarste. Want ik moet nu toch wel zeggen dat die buik wel erg groot aan het worden is. Ik kan er 's nachts best wel slecht door slapen. Dus ik ben vrij moe. Dus ik ben blij dat mijn kindje na 38,5 week zwangerschap zal worden gehaald. Ik denk dat ik 40 weken met moeite maar zou halen. We zitten nog steeds in lockdown, dus ik ben nog steeds thuis en gelukkig is het weer een weekje mooi weer. Dus ik probeer gewoon zoveel mogelijk buiten te zijn. Wel in de schaduw, want sinds ik zwanger ben is mijn gezicht één grote pigmentvlek. Het schijnt dat je dat dus ook krijgt als je zwanger bent. Nou, wat krijg je niet als je zwanger bent? Ik heb geloof ik alles gehad behalve overgeven, dus daar ben ik op zich wel heel erg dankbaar voor. Ik moet ook wel zeggen dat ik best wel agressief ben sinds ik zwanger ben. Ik heb over het algemeen sowieso een kort lontje, een vrij opvliegend karakter. Maar sinds ik een babytje in mijn buik heb, is helemaal het hek van de dam. Dus het is voor de medemens niet echt heel relaxed dat ik last heb van mijn hormonen. Zeker op het moment. Namelijk iets heel grappigs gebeurd van de week. Ik wilde naar de gynaecoloog, althans ik had een afspraak bij de gynaecoloog. En bij ons wordt de straat gebouwd, wordt de straat verbouwd. Wordt namelijk een fietspad aangelegd. En dat was al aangekondigd, maar ja, mijn fout, ik had me er niet echt heel erg in verdiept. En wat blijkt, wij kunnen dus niet meer met de auto ons huis uit. En onze hele wijk ligt open voor de aanleg van een fietspad. Nou, niemand in België fietst, dat is echt iets Hollands. Dus waarom dat fietspad in godsnaam moet komen, ik heb werkelijk geen idee. Dus ik hou er ook al niet van, helemaal sinds ik zwanger ben, dat de roet in het eten wordt gegooid qua planning. Dus ik had de gynaecoloog voor die middag in mijn agenda staan en ik rij mijn ons terrein af. En ik kan er niet uit. Dus wat er toen gebeurde, ging even het licht uit. Ik zal het even laten zien. Ik had een postje erover geplaatst op Facebook. En nou ja, mensen vonden dat zo hilarisch dat het zelfs is verschenen in De Telegraaf. De Grazia. Een heel artikel. En ook op Drimbel. Een of ander online netwerk. Geen idee, maar het kwam dus in de media. Dus toen had ik wel zoiets van, nou, misschien is het maar beter dat er snel een bevalling op de planning komt te staan. Want zo wil je natuurlijk niet in de landelijke krant. Nou, dit bedoel ik dus. We kunnen er dus niet uit. Gelukkig hebben de werkmannen op een gegeven moment wel voor mij de weg vrijgemaakt, want ze begrepen wel dat ik heel graag naar de gynaecoloog wilde. Dus de hele wijk ligt open. En zowel links als rechts, volgens mij zien jullie het helemaal niet zo goed, is afgesloten. En ze hebben nu het een en ander weggepompt, maar het was hier ook één groot riool. Dus er was één grote put voor ons huis gemaakt. Waardoor we er ook niet meer door konden. Eén groot drama. Dus we zitten en in lockdown en ik ben hoogzwanger. En ik kan ook nog eens niet mijn huis uit. Dus je snapt het. Ik heb wel eens een leukere week gehad. Wat dus ook kan als je zwanger bent, is dat je een soort van angststoornis ontwikkelt. Ik heb dus een giga angststoornis in zaken mijn baby opgelopen. Dus ik heb eigenlijk alle horrorscenario's heb ik bestudeerd op internet. En ik las dus van de week dat het echt in de ruimte waar de baby slaapt 18 graden moet zijn.
en veel frisse lucht aanwezig moet zijn. Want anders dan kan er sprake zijn van wiegedood. Nou ja, dat moet je dus echt niet hebben. Ik denk dat ik daar nooit meer overheen kom. Dus ik heb overal heb ik een soort van windapparaten laten installeren. En daar moet je water in doen en dat reinigt de hele lucht thuis. Dus ik heb er eentje staan in de salon. Want daar kan het zijn dat het babytje op de grond ligt. Of in de box slaapt. En hebben we eventueel hier ook nog zo'n wipstoeltje in de tv-kamer. Dus je ziet het. Moet hij wel even van goede frisse lucht worden voorzien. Ik heb er ook eentje bij ons in de slaapkamer laten neerzetten. Want in de slaapkamer hebben we een co-sleepertje staan. En dit is wel echt een apparaat wat elke moeder moet aanschaffen. Dat is dus een machientje met daaronder sensoren. En die meet of de baby nog wel ademt. Dus vond ik op zich ook een goed idee om aan te schaffen. Ik heb er natuurlijk ook eentje laten neerzetten in de babykamer zelf. Je zou zeggen, zijn Hans en jij nog niet in scheiding? Maar ik doe dit dus altijd als Hans er niet is. Dan ga ik allemaal dit soort dingen toevoegen. En dan ziet hij het vanzelf wel. Wat ik verder stiekem heb gekocht, zijn extra brandalarmen. Die had ik al hier verstopt in de slaapkamer. We hebben overal brandalarmen hangen. Maar ik wil ook eentje in de slaapkamer en in de babykamer. Dus aangezien de bevalling al over 6 dagen is en we waarschijnlijk over een anderhalve week thuis zijn, ga ik die ook even in de tussentijd installeren. Als ik weet hoe dat moet. In de babykamer heb ik er ook eentje geïnstalleerd. Zo, dus die staat ook klaar. En dan als klap op de vuurpijl heb ik deze ook gevonden. Zo'n koolmonoxide meter. Dus heb ik naast de open haard neergelegd. Hans zegt dat het absoluut niet kan, koolmonoxidevergiftiging, maar ik geloof hem niet. Dus die heb ik, dat apparaatje heb ik even naast de open haard neergelegd, om de hoek. Want daar komt Hans nooit. Dus hij krijgt het dan ook niet te zien, zeg maar. Dus die laten we daar ook lekker liggen. Dus het hele huis is uitgerust voor de baby. We zijn er in ieder geval klaar voor. En nog 6 dagjes en dan is het zover. Zo, nou, het is een nieuwe dag weer vandaag. En ik had eigenlijk gehoopt, stiekem gehoopt, dat de lockdown nog een klein beetje langer zou duren. Omdat ik natuurlijk een keizersnede krijg. En ik dacht, ja, anders ga ik werkelijk nooit met verlof. Maar we hebben gisteravond van de minister-president te horen gekregen dat contactberoepen weer open mogen. En wel per 11 mei. Dus dat is eigenlijk de dag voor mijn geplande keizersnede. Wat betekent dat ik eigenlijk de laatste dagen voor mijn bevalling uit druk aan het werk moet. Want ja, we zijn natuurlijk 2 maanden dicht geweest. Dus de salons moeten schoon. Er moeten spulletjes naartoe gebracht worden. Moet opnieuw bevoorraad worden. Personeel moet weer aan de slag. Dus het is nu de vrijdag voor mijn bevalling. En ik ga nu langs mijn eigen salons in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Om extra voorraad te brengen. Want als we het met de post zouden versturen, dan zou het niet op tijd binnen zijn. En orde op zaken stellen op het hoofdkantoor. Dus aan de ene kant blij dat we weer aan de slag kunnen. Maar aan de andere kant had ik zoiets van, nou, ik had het ook niet erg gevonden als ik een keer 2 dagjes in de chill kon zijn. Maar welcome to my life. Dat gebeurt niet snel. Nou, dit is Lies.
Suzanne, Amsterdam Kinkerstraat. En die komt mij even helpen. Tillen, dat kan ik natuurlijk niet meer. Nou, dit is Amsterdam Size 0 en Amsterdam Minus 4. Minus 4 doen we vet bevriezen. En bij Size 0 werken we met elektrostimulatie en ultrasound. Kinkerstraat 382. Als je van je lockdown centimeters af wil komen, van harte welkom. We zijn vanaf maandag 11 mei weer open. Zo. Suzanne is lekker al aan het schoonmaken geslagen. Nou, we hadden heel veel voorraad meegenomen voor de webshop, want die draaide natuurlijk overuren. Zo, nou dan zijn we nu bij Size 0 Den Haag. We zitten daar in de Javastraat. Hele leuke straat vind ik zelf. Dit is onze vestiging in Den Haag. Altijd een gezellig winkeltje. En daar gaan we ook even alles inrichten. En schoonmaken. Het is nu nog een beetje leeg en een beetje een chaos. Maar als we over 2 dagen open zijn, dan ziet het er hier weer helemaal tip-top uit. Hallo Chris, dit is Christina, salonmanager van Den Haag, al 3 jaar. Daar zijn we heel blij mee. En dan zijn we nu aangekomen bij Size 0 Rotterdam. Nou, daar is ook work in progress. Gaan we ook even allemaal bevoorraden en opnieuw inrichten. En ja, zodat we er maandag 11 mei weer klaar voor zijn. Er is nog genoeg werk aan de winkel. Dus ik had mijn zwangerschapsverlof inderdaad wel even wat anders voorgesteld. Maar ik ben natuurlijk blij dat de zaak weer open is. Zo, nou ik ben eindelijk thuis. Het is 11:30 s'nachts. En ik was vanmorgen natuurlijk al vroeg uit de veren. Ik was al om 10 uur in Amsterdam. Nou ja, ik woon in België. Dus dat betekent dat ik al om 8 uur onderweg was. Nou ja, het is misschien wel leuk om te weten dat wij binnen de Size 0 afslanksalons een aanbieding op het moment hebben. Normaliter kost een kennismakingsbehandeling €99, maar speciaal omdat we zo lang in lockdown hebben gezeten, kunnen we de behandeling aanbieden voor €39. Nou, mocht je het een keer willen uitproberen en natuurlijk van je lockdown centimeters af willen komen, kijk dan even op onze website www.size0.nl. En dan kan je kijken voor een studio bij jou in de buurt. En ik zou zeggen, probeer het een keer. Het is zeker de moeite waard. En ja, we hebben allemaal, zowel onze eigen salons als onze franchisenemers, hebben onwijs veel zin in om weer te gaan starten. En later in deze vlog neem ik jullie natuurlijk mee naar de bevallingsdag. Hoe die gaat lopen, ja, dat is natuurlijk allemaal nog onwijs spannend. Maar dat gaan jullie vanzelf later in deze aflevering terugzien. Ik ga nu lekker slapen, even bijtanken, zodat we weer maandag vol gas aan de slag kunnen. Zo, nou het is inmiddels heerlijk weekend. En ik ben nog een beetje aan het bijkomen van die lange werkdag van gisteren. Ik had beloofd aan Hans dat ik een rustig weekend zou plannen. Maar dat is niet helemaal gelukt. Want ik heb een afspraak bij een echocentrum hier in Antwerpen. En je kan dan van je kindje een 3D-echo laten maken. Nou, nu heb ik dat al 2 keer eerder gedaan in de zwangerschap. In het einde van het eerste trimester. En ook aan het einde van het tweede trimester. We zitten nu aan het einde van het derde trimester en de baby wordt over 3 dagen gehaald met een keizersnede. Dus ja, er zit nog maar 3 dagjes in mijn buik. En het leek me heel leuk om daar nog even snel een fotootje van te hebben. Van alles voor zijn gezicht aan het houden. Oh ja, daar komt al iets. Hij is nog tamelijk groot, of is dit heel erg uitvergroot? Nee, dit is gewoon echt vrij groot.
Gelukkig wordt het al een keizersnede. Even wat beter proberen kijken. En ik zit er nu een handje naar verder voor. Ja, oh, hij is aan het drinken. Altijd aan het drinken als er echo wordt gemaakt. Okay. Oh, ja, hij gaat weg met zijn hand. Ja, ja, handje wordt weggehaald. Ja, daar is hij. Oh, die lippen. Nou, die heeft er iets van mij, hoor. En vorige keer heb ik er ook supervolle lippen, hè? En mijn vriend heeft dat ook. Ah ja, vandaag. Ja, ik heb het ook, maar ik heb het laten maken. En hij is erbij geboren. Zalig, hè? Serieus, wat geld uitgespaard. Ja. Nou, dit is natuurlijk te cute. Hier lijkt hij precies op mijn schoonvader. Op een of andere manier. En als ik dit zo bekijk, lijkt de baby met naam op Hans. Er zit helemaal niets van mij bij. Nou, nog 3 daagjes. En dan gaan we het weten. Op wie de baby lijkt. Zo, goedemorgen allemaal. Nou, vandaag is het D-Day. De keizersnede is deze morgen gepland. En ik heb werkelijk geen oog dicht gedaan. Ik heb denk ik van 1 tot 2:15 vannacht geslapen en dat was het. Dus, uitgerust is een groot woord. Onwijs spannend. Ik rijd zo naar het ziekenhuis en dan... Vanmiddag is er een baby, dus onvoorstelbaar. Ik heb wel een klein beetje make-up opgedaan, want ik had zoiets van nou, ik hoef niet vereeuwigd te worden zonder wenkbrauwen. En er worden natuurlijk wel opnames gemaakt en ook wat fotootjes voor familie en vrienden. Familie mocht er helaas niet bij zijn, in verband met de coronasituatie nog steeds. Dus mijn moeder moet het met mijn vlog doen. En Hans is er natuurlijk uiteraard wel bij. Even lachen, Hans. Je wordt vader vandaag. Nou, dit is een suite. Ik vind die net Roemenië. Dan vraag ik me af hoe een normale kamer eruit ziet. Dit is toch niet normaal? Ik denk ze zijn in de war. Ongelooflijk. En ik moet hier de hele week vertoeven. Ja. Ja, jij gaat lekker naar huis. Jij gaat lekker naar huis morgen. Ja. Ik zit hier in Roemenië. Ja. Zo, nou, we hebben hier ons vanmorgen om 9:00 gemeld. En het is inmiddels 11:00 en ik ben nog steeds niet geholpen, want de gynaecoloog kwam net binnen en die wist mij te vertellen dat er een andere bevalling tussendoor is gekomen. Ik baal enorm, want ik heb natuurlijk geen oog dicht gedaan, dus ik kak nu echt in. En ik mag niks eten en niks drinken, dus ik heb me wel eens beter gevoeld. Vooral als je zwanger bent, dan is het echt niet fijn als je helemaal niks in je lijf hebt. Het is eigenlijk nu het wachten op dat ik naar de operatiekamer mag. Het wachten is een beetje saai, want ik mag niet even lekker een kopje koffie voor mezelf zetten. En ik mag ook niet naar mijn collega's berichtjes sturen. Ik was vanmorgen alweer begonnen met werken en mijn collega's hadden zoiets van laat maar. Vandaag is de geboortedag van je kind. We gaan niet meer in op je berichten. Je gaat je nu focussen op het krijgen van de baby. Dus daar kan ik me ook niet mee vermaken. Sowieso had ik wel een paar postjes geplaatst op social media over dat vandaag de grote dag was. Nou, echt honderden berichtjes gekregen en ik kan lang niet iedereen bedanken. Dus doe ik in deze vlog. Echt super bedankt voor jullie support. Ik heb er echt geen woorden voor hoe iedereen meeleeft. En ik hoop dat de volgende scène die we zo op gaan nemen de geboorte van ons kindje betreft.
rustig. We doen het voor je. We zijn in de bak. We zijn een Eng? Ja. Ik zie een baby. Ik zie een babytje. Proficiat, hè? Dankjewel. Proficiat, schat. Het vliegje, jongen, hoor. Wacht. Het is u nog een licht laten zien, hè? Ja. Doe maar rustig. Even snel. Mijn kleine Alexander. Alexander? Ja. Welkom, Alexander. Het ziet er een flinkje uit. Ja. Mag ik hem al aanraken? Zeker. Ja? Hallo. Even snel. Ja. Veel te koud, hè? Oh. Wat schattig. Lieve. Dit is niet slecht. Hij wil blijven liggen, normaal. Hij wil blijven liggen. Hij wil terug. Je bent het te koud. Ja. Ja. Mama, hè? Kijk eens, mama. Kijk eens hoe schattig. Lieve, proficiat, heb je goed gedaan. Hij moet een aantal zijbewegingen maken, gaat hij een klein beetje melk collecteren en dan gaat hij een keertje slikken. Oké. Komt nog niet zo heel veel, maar de maag is ook maar heel klein, hè? Dus dat is normaal. Moet allemaal op gang komen en daar moeten we vandaag en morgen, de eerste dagen, flink aan werken. Veel huidcontact, veel proberen. Oké. Zo, nou, twee dagen geleden was de keizersnede en dat viel me alleszins mee. Binnen een kwartier werd Alexander al geboren. Ik was natuurlijk wel heel nerveus, want het is toch een buikoperatie. Er komt toch wel een gedeeltelijke narcose bij. En ik had ook best wel horrorverhalen gehoord van vrienden en kennissen die ook een keizersnede hadden gehad. Zeker over het herstel, alleen ik heb dus helemaal nergens last van. Dus op de dag van de keizersnede wilde ik eigenlijk al wel weer een rondje lopen. En ik moet hier nog 3 dagen blijven, maar ik voel me zo ontzettend goed dat ik eigenlijk wel naar huis zou willen. En Alexander is een heel rustig en vredig babytje, behalve als hij in de wieg ligt. Want hij wil wel echt de hele dag bij me. Ik zal hem even aan jullie laten zien. En iedereen was natuurlijk al een beetje aan het gissen. Is het een jongetje of een meisje? En het is uiteraard een jongetje. Heel veel hadden het natuurlijk al geraden. Alexander Raphaël Johannes Speeg. Raphaël, zo heet mijn vader. En Johannes
is mijn schoonvader. Ze vonden we leuk om ons eerste kindje naar onze beide vaders te vernoemen. En hij doet het onwijs goed. En ja, ligt wel veel te slapen, maar dat is ook wel eens lekker, want zo kom ik toch wel een beetje aan mijn werk toe. En ik heb al wel 3 dagen mijn gezicht niet gewassen, dus dat ga ik ook maar eens even doen vandaag. Het is natuurlijk onwijs wennen, een baby krijgen. Maar wel echt het mooiste wat er is.